Bedankt voor deze uitnodiging. Ook twee bijzondere redenen. Eén, het gebeurt waarschijnlijk niet zo vaak dat een francofoon hier in dit gebouw aan het woord komt. En twee, is ook een zeer schöne gelegenheid om professor Ulrich Ammann zum ersten zu treffen. Vielen Dank. Dank u voor deze uitnodiging. Ik zal, zullen twee delen in voordracht zijn. Eén over mijn denkkader, dat eigenlijk goed samengevat werd, kort samengevat werd door professor Van de Wegen. En dan zal ik overgaan, tweede deel, over de implicaties voor het overonderwijs. Maar vooraleer ik dit doe, zal ik graag heel snel bij wijze van achtergrond een overzicht geven van de huidige taalsituatie in Europa en in Vlaanderen. Europa, hier ziet u eerst in het blauw op deze grafiek, ziet u de situatie wat moedertaal betreft, thuistaal, als kind. U daar dus in de verschillende, voor de verschillende talen, of de meeste gesproken talen in Europa, het zijn gegevens voor 2012, basis is Eurobarometer, databasis. Daar ziet u in het blauw dat de eerste taal in Europa daar Duits is, gevolgd door Italiaans, kort na onder Italiaans Engels, nadien Frans, dan Spaans, Pools, Roemeens en dan Nederlands. Wat de kennis van de taal betreft, dat is dan moedertaal plus taal als geleerde taal, daar ziet u dat de rangschikking helemaal anders zit, of redelijk anders zit. Daar is Engels duidelijk de eerste taal, Duits de tweede, Frans de derde, Italiaans maar de vierde, ondanks het feit dat het als moedertaal de tweede taal is, enzovoort. En u ziet dat Nederlands daar dan meer gekend is dan Roemeens, omwille van de kennis van het Nederlands als tweede taal, vooral door Franstalige Belgen en door immigranten in Vlaanderen en in Nederland. U ziet ook dat Nederlands eigenlijk op het punt is het Russisch in te halen en daardoor de zevende taal te worden in Europa als gekende taal. De dynamiek, daar ziet u dan op basis van diezelfde gegevens, maar van de oudere generatie, meer dan 65 links, tot de jongere generatie, 15 tot 24. Dit gaat over de moedertaal, daar ziet u dat het belangrijkste, duidelijkste fenomeen eigenlijk de drastische vermindering van generatie tot generatie, de drastische daling van de proportie Europeanen die Duits als moedertaal hebben. Ook Italiaans daalt en u ziet dat Pools, dat is lichtblauw, voor de jongere generatie bijna op het niveau van het Italiaans is. Voor de jongere generatie is ook Engels in het rood de eerste taal geworden in Europa als moedertaal. Duits en Frans zijn praktisch op hetzelfde niveau. Hoe zit het eruit in Vlaanderen? U weet dat we sinds 1946 in dit land geen gegevens meer mogen hebben over de taalkennis in de verschillende delen van dit land, de verschillende gemeentes van dit land, geen officiële gegevens. Dus de basis, de enige basis die we bezitten om daarover iets te weten is weer de Eurobarometer, wanneer men dat, die gegevens dan volgens gewest opdeelt. Nog een woordje over Europa. Dit is een situatie wat talenkennis betreft. En daar is duidelijk van generatie tot generatie heb je ongeveer een stagnering van voor het Duits tweede taal en het Frans derde taal. Duits in het zwart, Frans in het blauw, maar het meest van ver het belangrijkste fenomeen van generatie tot generatie is de explosie van wat de kennis van het Engels betreft, van de oudere tot de jongere generatie. Engels is praktisch op het niveau van het Duits voor de oudere generatie, maar voor de jongere generatie is er geen vergelijking. Vlaanderen.
Eerste taal, dat zal u niet verwonderen, in Vlaanderen is Nederlands. Met degenen die het Nederlands geleerd hebben als tweede taal zijn we bijna op 100%. Frans en Engels zijn praktisch op hetzelfde niveau. Duits in de vierde plaats, wat gekende taal betreft. De tweede taal als moedertaal in Vlaanderen is Arabisch, gevolgd door Turkisch. Door Turks en Frans is de vierde moedertaal in Vlaanderen geworden. Het was natuurlijk de tweede moedertaal in het verleden. Dynamiek, hier ziet u links de dynamiek wat moedertaal betreft, met een stijging van de verschillende minderheidstalen, van de oudere tot de jongere generatie. En voor de jongere generatie is het Arabisch duidelijk de eerste taal, voor de oudere generatie is het nog het Frans. En u ziet een daling daar helemaal boven van proportie Vlamingen die het Nederlands als moedertaal hebben. Voor de jongere generatie, de twee jongere generaties hier, is het duidelijk veel minder dan voor de oudere generatie. Wat talenkennis betreft, ziet men dat van de oudere tot de volgende generatie is er een stijging van de kennis van alle drie vreemde talen, dus Frans, Engels en Duits. Dat ging gepaard met de uitbreiding van het onderwijs in Vlaanderen. Die tweede generatie is veel langer naar school gegaan dan de oudere generatie in het gemiddelde. Maar er is wel een breuk in die trend voor de twee andere generaties, met een daling in de kennis van het Frans, een nog duidelijkere daling in de kennis van het Duits, maar een verdere stijging in de kennis van het Engels. En nu is het meer dan 80% van de jongeren in Vlaanderen die zeggen dat ze Engels goed of zeer goed kunnen spreken. Goed, dat is bij wijze van achtergrond. Nu zullen die twee delen zijn. En eerst mijn denkkader. Denkkader eigenlijk, zoals daar juist samengevat werd, zijn er eigenlijk de bottom line van mijn boek over taal en rechtvaardigheid. Dat bestaat uit twee stellingen. Eén, dat we dringend een democratisering van het Engels nodig hebben in heel Europa, één. En twee, dat een taalterritorialiteitsprincipe verantwoord is, legitiem is. Daar in Vlaanderen heeft men niet veel tijd nodig om de mensen daarvan te overtuigen, maar natuurlijk zijn er andere delen van dit land en van Europa waar dit veel moeilijker is. En beide stellingen hebben eigenlijk iets te maken met een maximin-principe. Maar in mijn boek spelen twee maximin-principes een heel centrale rol, maar die zijn totaal onafhankelijk van elkaar. En ik zal hier zeer kort iets over zeggen. Eerste principe is een principe van rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid voor mij is de centrale deugd van sociale instellingen, op nationaal niveau, subnationaal niveau, internationaal niveau. En hoe kan men rechtvaardigheid samenvatten? Wel door een soort integratie van gelijkheid, vrijheid en efficiëntie. En wat wordt dat dan? Eenvoudige formule, dat is ook de titel van een van mijn boeken, dat is reële vrijheid voor allen. Of preciezer, de maximisering, of maximinering van reële vrijheid. Wat betekent dat? Wel, maximin is de maximering van het minimum. Dat is eigenlijk een elegante articulatie, een elegant compromis tussen efficiëntie en gelijkheid. Wat betekent het? Dat rechtvaardigheid erin bestaat, de situatie, de reële vrijheid, de mogelijkheden van degene die de minste reële vrijheid hebben, de minste mogelijkheden, zo groot mogelijk te maken. Maximering van het minimum van reële vrijheid. Dus het is niet de maximering van het totaal van reële vrijheid, het is ook niet de maximale egalisering van reële vrijheid, het is een maximin, een duurzame maximin van reële vrijheid. Dat is rechtvaardigheid, heel
kort samengevat. En onze welvaartsstaten hebben dat in de loop van de 20e eeuw redelijk goed, tenminste in landen zoals België of Nederland of Duitsland, Frankrijk, heb dat niet te slecht gedaan. Het groot probleem nu is dat, terwijl in het verleden men democratieën hadden die dan de markt reguleerden, de binnenlandse markt reguleerden, nu zitten we met een aantal democratieën die in een markt zitten en met elkaar moeten concurreren. Het resultaat is dat die verschillende natiestaten, deelstaten van de Europese Unie, binnen, met die, de dwang die door deze ingemaakte markt opgelegd worden, dat die steeds minder goed kunnen wat ze niet te slecht deden in het verleden, namelijk sociale rechtvaardigheid verwezenlijken via de instellingen van de welvaartsstaat, van een toegankelijk onderwijs enzovoort. En dat betekent dat nu voor ons de Europese Unie een aantal dingen zal moeten doen die onze welvaartsstaten, onze natiestaten niet meer kunnen doen. Niet om die welvaartsstaten en die nationale welvaartsstaten totaal te vervangen, maar om hen in staat te zetten terug beter te doen wat ze eerder gemakkelijker konden doen wanneer ze nog niet onderworpen waren aan deze markt. En dat betekent dat we nu op Europees niveau een aantal dingen moeten kunnen doen omwille van sociale rechtvaardigheid die in het verleden op dat niveau niet nodig waren. En wat hebben we daarvoor nodig? Op nationaal niveau is die herverdeling essentieel voor rechtvaardigheid niet gekomen omdat er een filosoof daar plots aan gedacht had of omdat een bureaucraat dat in zijn la, dossier in zijn la had gevonden of uit zijn la had getrokken, maar dat is gekomen door strijd, door organisatie, coördinatie, mobilisatie. En dat hebben we nu op Europees niveau dringend nodig. En hoe kan dat? Hoe kan dat? Wel, hoe kan men dan een soort solidariteit, familiariteit ook, wederzijds vertrouwen creëren tussen, laten we zeggen, Duitse en Griekse vakbondsleiders. Of tussen de civiele maatschappij in alle landen van Europa. Je moet daar op een goedkope wijze heel efficiënt kunnen coördineren. En daarom hebben we ook in internationale Europese kringen heeft gewerkt, weet hoe belangrijk dat is. Je kan niet diezelfde solidariteit, diezelfde mobilisatie creëren wanneer je daar die mensen in een zaal zitten met meer tolkcabines dan er afgevaardigden zijn in de zaal. En hoe stijf dan de relatie tussen de mensen is. Het is niet zo dat je die mobilisatie kan creëren. Dus voor mij, maar om deze puur instrumentele wijze eigenlijk, hebben we absoluut dringend een democratisering van een lingua franca nodig. En om historische redenen, die meer te maken hebben met het feit dat Stalin in Stalingrad heeft gewonnen, dan met al de kwaliteiten van de Engelse taal, om puur contingente historische redenen zal dit het Engels zijn. En u hebt daar de gegevens gezien en die dynamiek die daar getoond werd. Dat is één. Dus vanuit een opvatting van rechtvaardigheid als maximin reële vrijheid, komt men naar de nood, onder huidige omstandigheden, de nood om een gemeenschappelijke lingua franca te bezitten en te verspreiden in alle lagen van de bevolking. Dan is er de andere maximin, dat niks daarmee te maken heeft, dat helemaal niet normatief is, maar eerder beschrijvend over de manier waarop meertalige mensen met elkaar communiceren. Het is heel eenvoudig, wat ik in het boek de maximin dynamiek, het maximin taaldynamiek noem, dat is heel eenvoudig, u hebt dat allemaal meegemaakt, dat bestaat uit twee kleine micromechanismen die voortdurend aan het werk zijn. Het enige is wat ik wat verteld werd, als waarschijnlijkheidsgestuurd taalleerproces, een beetje ingewikkeld, probability-driven learning, was mijn Engelse uitdrukking.
En dat is eenvoudig het volgende, dat hoe snel en hoe goed men een taal leert, hangt veel minder af van de lessen die men gevolgd heeft. Het hangt veel meer af van de probabiliteit waarmee, waarmee men die, de probabiliteit van het gebruik van die taal. En die probabiliteit heeft een impact op het leren, hoe snel het leren gaat, hoe goed het leren is, om twee redenen. Eén is motivatie. Hoe meer u verwacht die taal te moeten gebruiken, passief of actief, hoe meer u zult investeren in het leren van die taal. Eén. En twee, wie zijn uw taalleraars eigenlijk? Dat zijn vooral de mensen die geduldig genoeg zijn om die taal, om een taal die u niet goed spreekt, met u te spreken. En het is ook de gelegenheid om de taal te spreken die u dan helpt om die taal snel te leren. Dus om die twee redenen is de probabiliteit van het gebruik, dus motivatie en gelegenheid, is de probabiliteit van het gebruik absoluut cruciaal. Dat is het eerste mechanisme. En het tweede mechanisme is dan het maximin taalkeuze. Het is weer een maximering van een minimum, maar in een heel andere zin dan straks. Dat is eenvoudig het volgende. Wanneer men twee mensen, 100 mensen met elkaar zijn die allemaal min of meer goed verschillende talen spreken. Wat is de taal die dan gekozen zal worden in de interactie? Vandaar, om een speciale reden, is eigenlijk een uitzondering. Maar wat is de taal die gekozen zal worden? Zal men dan systematisch de taal kiezen die de taal van de meerderheid is, de moedertaal van de meerderheid, of de best gekende taal van de meerderheid? Nee. Als je nadenkt over wat er gebeurt, wat zal gebeuren, en wat systematisch gebeurt, wanneer alleen communicatie van belang is, dat is dat men systematisch die taal kent die het beste gesproken is, of het beste gekend is door degene die die taal het slechtste kent. Dat is een beetje ingewikkeld als formulering, maar ik zal daar een voorbeeld geven en dan een uitzondering vandaag. Een voorbeeld, dat is, je hebt twee Vlamingen die een Waal tegenkomen. En de Waal zegt, ik heel graag Nederlands spreken, ik vind de Nederlandse zeer mooie taal. En dan twee, drie zinnen van die zaal. En dan na drie zinnen zegt de Vlaming, met iemand zoals u, heb ik helemaal geen probleem om Frans te spreken, en on continue en français. En op het einde dus zijn twee Vlamingen, dus men kiest dan de taal waarin het minst moeizaam is te spreken. En op het einde van het gesprek, en dat is cruciaal voor mijn verhaal, is het Frans van de Vlaming nog beter dan het in het begin van het gesprek was. En het Nederlands van de Franstalige, zelfs met veel goed wil. En zo nog even pathetisch als in het begin. Nu, er zijn uitzonderingen. En bijvoorbeeld wanneer men in een Vlaamse academie zit, zelfs wanneer er een buitenlandse spreker is die goed Engels spreekt, en wanneer alle mensen in de zaal nogal goed Engels spreken en beter Engels spreken dan het Nederlands van de buitenlander, dan zal men toch nog Nederlands spreken. Dat is een vorm van uitsluiting, maar die in deze context ook om symbolische redenen van belang is. Dus, maar dat betekent dat wanneer alleen communicatie van belang is, dan is een principe van minimale uitsluiting. Zoals in dat gesprek tussen twee Vlamingen en een Franstaligen. En dat is het maximin-principe. En dat is een eenvoudig principe, maar die is voortdurend aan het werk. En die zit natuurlijk achter die explosieve kennis van het Engels. Voor tussen onze studenten en de jongere generatie zit die dynamiek. Want natuurlijk, hoe vaker het Engels dan gebruikt wordt in interactie tussen een Duitser en een Vlaming of een Italiaan en een Fransman, hoe vaker die in de maximin-positie zit en daardoor gebruikt wordt, hoe beter die taal geleerd wordt, omwille van de gelegenheid en van de motivatie. En hoe meer die geleerd wordt, hoe vaker die in de maximin-positie zit en verder gebruikt wordt. En dus, dat is dan een sneeuwbal effect dat gemakkelijk te verstaan is. Nu, dat heeft dan belangrijke gevolgen die dan volgens mij tot het taalterritorialiteitsprincipe
leiden. En dat is, er is wat ik de wet van La Ponce noem. La Ponce is een Franse politoloog die prof is aan de University of British Columbia. En zijn wet, hij formuleerde het niet zo, maar dat was een, de intuïtie. Dat is eigenlijk, zei, in andere woorden, hoe vriendelijker de mensen met elkaar zijn, hoe vijandiger de talen met elkaar zijn. Wat dat betekent, wat daarachter zit, is eigenlijk een onmiddellijk gevolg van wat ik daar juist verteld heb. Dat is dat wanneer de mensen vriendelijk met elkaar zijn, dus alleen maar, het gaat alleen maar over communicatie en niet over dominatie. Niet zeggen, ik spreek geen Nederlands met jou omdat ik het niet wil, maar vriendelijkheid, me wil communiceren met de anderen en me probeer het zo gemakkelijk mogelijk te maken, dan kiest men systematisch de maximin. Maar systematisch de maximin kiezen, dat betekent dat eigenlijk de dominante talen, degene die het meest gesproken zijn, het meest gekend ook, die gewoonlijk ook het meest prestigieus is, dat die dan geleidelijk van één context tot een andere steeds meer de zwakkere taal zullen vervangen. En dat is het idee van La Ponce, dat is eigenlijk wanneer je de talen heel vrij met elkaar laat interageren, en wanneer niets anders van belang is dan die communicatie, vriendelijk met elkaar omgaan, dan zijn de talen eigenlijk heel barbaars met elkaar. En de sterkere talen gaan geleidelijk de zwakkere talen uitschakelen. Dat is voor La Ponce en voor mij ook eigenlijk de meest fundamentele, of het is verbonden met de meest fundamentele rechtvaardiging van het taalterritorialiteitsprincipe. Wanneer men dat mechanisme begrijpt van het maximin, dan bijvoorbeeld in de Belgische context, moeten er twee dingen gebeuren. Eén, de Vlamingen moeten verstaan dat het niet alleen uit arrogantie is, vooral vandaag, in het verleden was dat zeker veel meer het geval, niet uit arrogantie is dat zo weinig Franstaligen Nederlands kennen. Dat is eigenlijk omdat de Vlamingen zo goed Frans kennen in vergelijking met de Walen. En met wie kunnen de Walen Nederlands spreken? Niet met Nederlanders die een heel speciaal vorm van Nederlands spreken, die bijna onbegrijpelijk is, maar alleen met de Vlamingen. Dat is de taal die ze geleerd hebben. Maar die Vlamingen die spreken zo goed Frans in het gemiddelde, een beetje minder voor de jongere generatie, die toch een groot verschil met de Franse taal. En daardoor hebben ze weinig motivatie, weinig gelegenheid om hun Nederlands te verbeteren. Dus als men het mechanisme begrijpt, moet men meer, aan de Vlaamse kant meer begrip hebben voor die taalonkundigheid, als je dat zo zegt, van de Franstaligen. Maar aan de andere kant moeten de Franstaligen ook begrijpen dat de enige wijze, de enige aanvaardbare wijze, om het Nederlands te beschermen in het verleden tegen de invasie van het Frans, erin bestond een taalterritorialiteitsprincipe in te voeren. En wat ik daarmee bedoel, want het wordt ook nogal vaag gebruikt, dat zijn dwingende maatregelen, dwingende regels, die het gebruik van talen in publieke communicatie en publiek onderwijs, in zeer brede zin van publiek onderwijs, al verplicht onderwijs, beheren. En dus dat betekent, dat moet bedoeld zijn om dat mechanisme, maximin mechanisme, te beletten zijn rol te blijven spelen ten nadele van de plaatselijke taal. Dat is wat het taalterritorialiteitsprincipe doet. En die regels moeten sterk genoeg zijn, dus het verplicht gebruik van hier het Nederlands in het onderwijs, in de publieke communicatie, zodat het realistisch is te verwachten dat de mensen die zich in Vlaanderen, laat ons zeggen, vestigen, dat ze, om een uitdrukking te gebruiken die ik graag heb, om tegelijkertijd de moed en de deemoed te hebben om de plaatselijke taal te leren. En dat geldt voor Vlaanderen, maar dat geldt ook voor Catalonië, voor Quebec enzovoort. En voor mij, waarom is dat rechtvaardig? Fundamenteel, en ik zal iets anders over zeggen, omdat rechtvaardigheid niet alleen een kwestie is van maximin reële vrijheid,
Het is ook een kwestie van gelijke achting. En er zijn twee hoofdstukken van mijn boek daarover gaan. En het is eigenlijk de reden waarom het taalterritorialiteitsprincipe voor mij rechtvaardig is. Dat is niet omwille van de waarde van taaldiversiteit als zulke. Dat zal natuurlijk als gevolg hebben dat die taaldiversiteit beschermd wordt. Maar dat is omwille van het feit dat het een bijproduct is van rechtvaardigheid als gelijke achting. Elke taalgemeenschap moet het recht hebben, als ze dat wil, om zijn taal te beschermen door zulke regels. Nu, wat zijn de gevolgen? Hoeveel minuten heb ik daar nog? Meneer de voorzitter, 5? Oké, okay. Heel kort dan over, en ik zal dan springen naar mijn bottom line. Wat zijn dan de gevolgen voor het hoger onderwijs? Voor mij is Engels onontbeerlijk in het hoger onderwijs, om redenen die straks al vermeld werden. We hebben Engels nodig in onze publicaties. We willen dat hetgene dat product van ons onderzoek gelezen en bekritiseerd wordt door mensen ook buiten onze taalgemeenschap. Het is ook belangrijk omwille van wat ik in het boek de aantrekkingskracht van de benedenverdieping van de wereld noem. Dat is, ik zal daar maar één gegeven over geven. Enfin, ik zal zelfs geen tijd hebben. Maar er is een systematische aantrekking van hooggeschoolden door de benedenverdieping van de wereld. Dat is voor mij het onderdeel van de wereld waar Engels de moedertaal en de officiële taal is. De officiële taal en de moedertaal van de meerderheid. En dus van de brain gain van binnen de OESO, OECD, is ongeveer 9 miljoen mensen, hooggeschoolde mensen, die in de OESO werken en wonen en elders geboren zijn. En van die 9 miljoen zijn 11 miljoen, zitten 11 miljoen in de Engelstalige landen. 11 miljoen van de 9 miljoen. Wat betekent dat? Dat het de Engelstalige landen zijn, dus Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland, Australië, dat die niet alleen het geheel van de netto brain gain van de rest van de wereld hebben aangetrokken, maar ook nog 2 miljoen vanuit de andere landen, zoals de onze, binnen de OESO. Dus de brain gain van die Angelsaksische landen is 11 miljoen, 2 miljoen netto die van de rest van de OESO komen, van Duitsland, Frankrijk, België enzovoort, en nog het geheel van de 9 miljoen die van buiten komt. Dat is natuurlijk een enorm voordeel voor die landen, en als je dat wil tegenwerken, moet je wel plaatsmaken aan mensen, het vertrek van veel van onze hogescholen naar die landen moet je proberen te compenseren. Eén manier om dat te doen is in het hoger onderwijs. Maar natuurlijk is voor mij ook is er ook die derde belangrijke reden dat onze universiteiten een rol moeten spelen in de democratisering van de lingua franca tussen die hooggescholden. Maar toch moet er plaats zijn voor de plaatselijke taal, omwille van democratisering van de toegang en percolatie van de kennis in de maatschappij. Dat werd straks ook verteld. Ik heb eens op de universitaire stichting een tiental jaar geleden was er die uitstekende uiteenzetting van Hilde Simons, die hier hoogleraar was aan de Universiteit Gent, die uitlegde waarom deze twee eerste redenen, democratisering van toegang en percolatie van de kennis in de maatschappij, de redenen waren waarom de nationale talen het Latijn hebben vervangen vanaf de 18e eeuw. Wel, die redenen blijven belangrijk. En daarom moet er een belangrijke plaats blijven voor de nationale talen, de plaatselijke talen aan de universiteit. Maar ook, maar dan voor mij is er ook die derde reden, dat het taalterritorialiteitsprincipe moet gaan vooral over het verplicht onderwijs, dus voorbereidende en secundair onderwijs, maar als je de slippery slope wil vermijden, een soort glijbaan, waar je geleidelijk meer en meer plaats geeft voor de dominante taal, moet je dat ook, daar ook rekening mee houden op de universiteit. Dus, laatste woorden, één minuut.
Bottom line in vier punten. Eén, dus wat betekent het concreet? Eén, publicatie moet grotendeels in het Engels blijven, maar zoals straks werd gezegd, moet de publicatie, dus die bijdrage tot die percolatie, ook gewaardeerd worden, inclusief formeel in de evaluatie van de instellingen en van de individuen binnen het onderzoek. Twee, cursussen en programma's, die mogen ook volledig in het Engels zijn op masterniveau. Die mogen ook gedeeltelijk in het Engels zijn op bachelorniveau. In Saint-Louis bijvoorbeeld hebben ze drietalige programma's, dat is zeer goed. Immersieonderwijs, Frans, Nederlands, Engels, voor rechten en economie, dat is heel goed. Het Engels zal niet perfect is, dat geeft niet. Engels zal nooit perfect zijn, we hoeven geen perfect Engels te leren en men leert het Engels door les te geven in het Engels en les te volgen in het Engels. Het is zo dat het steeds zal verbeteren. Drie, interne communicatie aan de KU Leuven. Als lid van de KU Leuven krijg ik ook die communicatie van rectors, die zijn telkens in de twee talen. Goed, dat mag, maar dat toont, dat is wel een afwijking van het taalterritorialiteitsprincipe. En dan moet er dan, zoals aan de KU Leuven nu aan het gebeuren is, moeten er ook scholen gecreëerd worden voor de kinderen van die navorsers binnen de universiteit, of die proffen binnen de universiteit die geen Nederlands zouden kennen. En er is, ik weet niet hoe ver dat initiatief is, maar zou gebeuren, hoor. Het gebeurt wel aan de KU Leuven. Ik geloof dat dat inderdaad op de glijbaan zijn, de slippery slope. Er is een andere oplossing. In Brussel heeft Engels al een speciale rol. Zal die speciale rol, officiële rol, zal versterkt worden. En een van de vele diensten die de hoofdstad van dit land kan leveren voor de rest van het land, dat is eigenlijk de mogelijkheid geven om daar scholen ook in het Engels en in andere talen te hebben. En dan de proffen van de Universiteit Gent en of navorsers van Gent of van Leuven, die hun kinderen toch niet in het Nederlands willen sturen, moeten dat niet in Leuven of in Gent doen. Ze mogen dat in Brussel doen. Ze kunnen dan pendelen in de goede richting waar weinig mensen op de trein zitten. Dank u wel.